na afsluiting van de Defensie Symposium heeft dan de pers een vraaggesprek gehad met president Chandrika Prasad Santokhi, waar er namelijk met de president gesproken is over de Sociaal-Economische Raad, de manier hoe ze werken binnen de samenleving, maar ook hoe de samenleving zich ernstig zorgen maakt om dat stukje veiligheid. TBN, Primalur, die vroeger ook aan de president, hoe het zit met dat aspect van vele wapens in handen van burgers en dat dat soms zorgt voor onveilige situaties in het land. U hoort president Chandrika Prasad Santokhi kort ingaan op vragen van journalisten. Dit gebeurde op de stoep van de congreshaal. Je zou kunnen zeggen, ja, inderdaad, als al de leden hieraan gaan voldoen, dan heb je inderdaad een beter functionerende CER. Maar de leden van de CER, je weet, ze komen van alle organisaties, die vinden namelijk een zo'n verregaand voorstel, dat moet je eerst met ons bespreken. We zijn niet tegen, maar bespreek het met ons. Dus daarop wachten ze, kom met ons bespreken. Dan zijn we, kunnen we zeggen, akkoord, je kan niet abrupt nu, want dat is wat ze vragen. Maar bijvoorbeeld van het met ingang van 1 januari 2024 gaan we dit doen. Tweede wat ze vragen is, je kan dat niet in de vorm van eisen stellen. Je moet een reglement van orde hebben. Dan moet je dat eens vaststellen. Er zijn issues, CER is voor ons bijzonder belangrijk. Maar aangezien deze ontwikkeling gezorgd heeft voor een beetje dysfunctioneren, moet ik dan als president ingrijpen. En ik kan pas ingrijpen als alle leden beschikbaar zijn. Voor een goed overleg, zoals even uit landen, als het terug is. We gaan het goed aanpakken. CER gaat blijven bestaan. En we zullen kijken namelijk hoe we de normen zodanig kunnen gaan formuleren. Dat ook de leden tijd krijgen om zich voor te bereiden om uit te treden. Maar tegelijkertijd nieuwe leden geïdentificeerd kunnen worden om toe te treden tot de CER. President, met betrekking tot de sociaal-economische situatie in ons land. Als we kijken naar wat er gebeurt de afgelopen dagen en de afgelopen periode. Is er niet tijd dat er een plan van aanpak wordt voorgesteld aan de gemeenschap met betrekking tot de mentale gezondheid, met betrekking tot de veiligheid? Want we zien dat er heel wat misgaat. Wat is uw reactie daarop? Nou, ik heb inderdaad ook net als u en de samenleving gezien dat er verruwing is van de criminaliteit. Een toename zelfs, constateer ik, van de geweldscriminaliteit. Dat is de reden geweest dat ik vorige week de korpsleiding en de leiding van het ministerie heb uitgenodigd. Om aan mij te vertellen, namelijk wat er allemaal gedaan is, waar is het plan. Duidelijk was namelijk dat er nog geen plan was en ik heb mijn ontevredenheid duidelijk kenbaar gemaakt. Dat plan is gisteren, ik heb gisteren weer het overleg, het plan is gisteren gepresenteerd. En opdracht is gegeven om alles te doen om het plan te gaan uitvoeren. Alleen heb ik gevraagd, laat het Nationaal Leger erbij zijn als ondersteunende autoriteit. Ik ga niet in detail praten wat het plan is. Daarvoor kunt u zelf contact maken met de korpsleiding en of de communicatiestructuren van het ministerie. Maar we gaan ze aanpakken. We gaan ze aanpakken. Ik wil niet het verhaal horen van dit is er niet, dat is er niet. Maak gebruik van wat je hebt. En wij als regering hebben al opdracht gegeven aan de minister van Financiën om meer middelen aan te schaffen. Met name in de logistieke sfeer, transportmiddelen. En die dingen gaan ook komen. Maar ze gaan gefaseerd binnenkomen. Maar er is nu... in ieder geval een situatie van een zodanige onveiligheidsgevoel. Dat je die dreiging die er is in de samenleving en de personen die dreiging creëren uit die samenleving moet weghalen. En die opdracht is gegeven. President Maas, u hoort dat er ook geen vervoersmiddelen zijn om uit te drukken bij de politie. En de samenleving heeft daar geen vertrouwen meer. Wat zal uw oplossing dan zijn of wat zal u exact doen? Ik heb deze vraag concreet aan de minister gesteld. Minister... Hebben de stations voertuigen? Ja, president. Er zijn enkele stations die het niet hebben. Die worden gerepareerd, maar ze hebben. Maar wat er niet gebeurt, is die zichtbaarheid van die politie. En ik heb ook gevraagd om overal op strategische posten, namelijk die roadblockcontrole te hebben. Hoeveel middelen heb je daarvoor nodig? Je hebt politie nodig, je hebt militairen nodig, je hebt blokkade nodig. Het enige wat je moet doen is iedereen daar controleren. En tegelijkertijd backup unit hebben. En je kan de stad afgrendelen, je kan buurten afgrendelen. Dat hebben we in het verleden ook al gedaan. Aan de andere kant hebben we een gespecialiseerde eenheid nodig, want er is arrestatieteam, er zijn zoveel recherchebijstandsteams, er is mobiele eenheid, er is Nationaal Leger, er is militaire politie, wel bundel ze en pak ze aan, dat is die opdracht geweest. President, en de wapens bij de burgers, in handen van burgers, is dat niet zorgelijk? Dat is een vraagstuk apart en ik heb al eerder aangegeven, namelijk dat er wapens in de samenleving zijn die onverantwoord zijn, er zijn wapens verdwenen. Van officiële instanties die nog niet terecht zijn.
En dan kan je maar één conclusie trekken, namelijk dat, dat die wapens in handen komen van de burgers. Dat is zeer zorgelijk. Aan de andere kant zie je, en dat zie je namelijk in de werkgroep tussen bedrijfsleven en overheid, wat we hebben en geïnitieerd is na die ernstige incidenten van 17 februari, dat bedrijfsleven juist vraagt van regering, vuurwapenbeleid, dat moet in ieder geval anders nu. Dat wij als bedrijven beschermd moeten worden, dat onze medewerkers beschermd moeten worden, dat er een liberaal beleid moet komen. In die zin dat wij als bedrijven in staat gesteld moeten worden om onszelf te beschermen. Ik heb binnenkort een overleg met de procureur-generaal, die in feite de autoriteit is op het gebied van vuurwapenbeleid. En we gaan al die zaken met haar bespreken.